Mick, goedemorgen. 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 Welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de laatste single Ik ga niet weg. Ja, had je geluisterd van je. Ja. Top. Het is eigenlijk een single, je kunt hem dubbel oppakken en zo. Tenminste, als ik gelezen heb, Mick. Ja, dat klopt. Ja, want er staat ook op. Je kunt in de lijstje duwen en je kunt ook zeggen van nou, die corona is een mafkees, daar zijn we wel heel snel van weg. Dus ik ga nu weg, ik wil weg van het coronavirus. Maar ja, het is maar net hoe je het wil interpreteren. Maar het is wel een hele leuke boodschap eigenlijk, het is een dubbele lading. Ja. Is het eigenlijk die single toen de tijd ook, toen je die single ging opnemen was het toch iets anders dan nu natuurlijk, hè? Natuurlijk wel, ja, dus natuurlijk, die single is gemaakt, eigenlijk die is verzonnen eigenlijk door Jan van de Heuvel, John Hill, van mijn geluid was dat. En die heeft het bedacht, en ik vond het in het begin dacht ik wel zelf, nou, zal ik dat nou wel doen of niet doen. Hij heeft het ook mafkees genoemd, dat vond ik niet zo ziek, maar achteraf gezien is het eigenlijk een dubbele betekenis, hè? Yeah. Mafkees. En ik ga nu weg. Dus ja, ik heb het zo gelaten uiteindelijk. Dus ik heb eigenlijk twee titels. Ik ga nu weg en het is Mafkees geworden. Dus de mensen kunnen op Mafkees vinden ze me. En ik ga nu weg, vinden ze me ook. Dus het is wel heel dubbel. Ja, maar dan staat er duidelijk op de hoesje dat embleem van corona 2020, hè? Ja, maar niet normaal, hè? Ja. Ik heb natuurlijk 60 van die verpleeghuizen gedaan. Ja. Daar heb ik gratis voor gezongen voor al die verpleeghuizen in Nederland. Ja. Nou, niet allemaal, maar ik heb het ongeveer 60, 70 gedaan. En dat heb ik gratis gedaan omwille van de bewoners, over de oudere bewoners van die pleeghuis die geen bezoek mochten hebben. Ja. Dat ik nou samen met mijn geluidsman en een heel team, wat we gaven zeg maar, elke filiaal, zeg maar, elke pleeghuis gaven elke bewoner een bosje tulpen gratis, dus iedereen. En ook iedereen gratis een cd-single van Mick Harrison, Billy O'Betty, wat ik ooit gemaakt heb met allemaal Billy O'Betty liedjes. Ja. Nou, het is heel goed ontvangen en het is heel dankbaar. En het is dan op een gegeven moment die personenspijl gaat uit. Dat ja, ik er moest geld bij eigenlijk, weet je. Want ja, je verdient daar niks en je moet wel overal toe rijden. Dus benzine, diesel en je hebt natuurlijk drie auto's met die tulpen. En ja, alleen daarvan heb ik het hoesje gebruikt, omdat ik dacht van nou, nu wordt het tijd dat we die corona wegblijven. Dus Mafkees, ik ga nu weg. Yeah. Weet je wel? Ja, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte achter dat liedje. Ja, ja. Ik zie ook de foto staan. Als ik goed de foto bekijk, sta je met jouw linkse oor in het verband. Ja, nou, dat was een heel leuk verhaal. Mijn laatste optreden bij een verpleeghuis was in Diemen. En toen moest ik in een hoogwerker. En dan heb ik het niet zomaar over een gewone hoogwerker wat je even doet voor de ramen te lappen, maar echt zo'n een knikhoogwerker, zeg maar, echt zo'n officiële. Yeah. En die ging helemaal, zeg maar, ja, geloof ik 60 meter de lucht in over de gebouwen heen, want je kon daar niet komen anders. En toen ben ik in de hoogwerker, heb ik vanaf de hoogwerker gezongen. En dat oortje wat je erin ziet, dat is mijn in-ear, dat is een soort, ja, je kunt het zien als een monitor waar ik mezelf kan horen, zingen en het geluid kan horen. Ja, er was zoveel wind bovenin en het waaide zo erg. Dus ik ging alle kanten op en dan moet je weten, ik heb hoogtevrees. Dus heb ik zeg maar, mijn oor helemaal dicht laten plakken, zeg maar, met tape. Yeah. Zodat ik geen wind doorheen kreeg. Dus zodat ik alleen maar de muziek en mijn stem hoorde, maar het was wel een dingetje hoor, moet ik zeggen. Dat doe ik niet gauw de tweede keer meer. Ik zag nog dat filmpje, nou dat je het over hebt. Ik heb dat filmpje nog gezien dat je op die hoogwerker stond. Ja, dat is echt niet normaal. Ja. Ja. Het is echt voor mij een hele ervaring, is wat ik al zeg. Het is voor mij, ja, als het, kijk, ja, moet, niks moet, maar ik heb het gedaan. Maar niet met, laat ik zeggen, ik heb het echt voor de bewoners gedaan. Ja. Heb ik mijn eigen hoogtevrees getrotseerd. Om dat toch voor die mensen te kunnen zingen. Maar ik zou het niet gewoon een tweede keer willen doen. Maar als het moet, dan moet het. Hè? Ja. Je hebt ook ooit met Bram Koningen, heb je ooit de lieder gemaakt, hè, voor de soap van de Veerkampjes bij SBS, hè, met het nummer Doe Maar Gewoon, hè? Ja, klopt, ja. Met Bram Koningen. Heb ik nu ook de plaat uitgebracht, hoor. Mafkees en ik ga nu weg. Dat is zeg maar ondergebracht bij Bram Koningen ook, bij de platenmaatschappij. Ja. Want die heeft ook een eigen platenmaatschappij, een producer, een jury, de tekstschrijver.
En ja, heb ik ooit met de V-kampjes heb ik dat samen gedaan met Bram Koning. Dat doen we gewoon voor SBS. Het is heel goed gelukt, want dat is natuurlijk een kijkcijferhit. Ja. Maar jij hebt ook ooit het album gemaakt, Mick Harren zingt Willy Alberti. Je hebt toen de tijd geproduceerd met Tony Alberti. Ja. Tony Alberti is de zoon van Willy Alberti en natuurlijk de broer van Billik Alberti. Ja. En die had mij toen benaderd of ik dat wilde doen. 12 liedjes opnemen samen met zijn vader 2. Ja. En daar ben ik heel trots op. Echt, want ik kom uit Amsterdam en uit Jordaan. En een beetje vroeger op zondag met de paplepel kreeg je Tante Leen, Willy Alberti en Johnny Jordaan. Ja. En niet te weten dat ik later, als ik ouder werd, ging zingen en ook nog eens iets, ja, zeg maar, postuum naast Willy Alberti kwam te staan op, ik ben ook de enige in Nederland, ben ik heel trots op, net mogen zeggen, die op de videoclip met al mooie Westen Toren en de glimlach van een kind, naast Willy Alberti met privébeelden staat op de video. Ja. En die, dat album, dat heeft het goed gedaan, tenminste, is mijn informatie. Ja, het heeft heel goed gedaan. Ja. Het is heel goed gedaan, inderdaad. Het is bijna goud. Ja. Maar nog niet, maar het is bijna goud geworden. Dus ik hoop dat die status nog eens een keer kan bereiken. Het is toch ergens een complimentering als je gevraagd wordt om dit album op te nemen over songs van Willy Alberti. Ja, zeker. Daar ben ik ook wel trots op. Dat kan niet meer meer afnemen. Een soort slagroom op de taart, kan ik wel vertellen. Ja. Nu deze tijd is, ja, net zo goed voor jou als voor iedereen. Ja. Het is gewoon de klote tijd natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, ik heb nu wel weer een leuke plaat en die is best wel hitgevoelig en wordt op allerlei soort chances gedraaid. Ja, maar je hebt in principe qua werk heb je er niets aan. Ik bedoel, ik ben van beroep natuurlijk zanger en daar verdien ik ook mijn geld mee met live optreden. Ja. Ja, dat is er gewoon nu niet. Het is logisch, daar heb ik niet alleen last van, maar die heb je heel last van in de entertainment wereld. Ja. En ook alle cafés, ja, je weet het wel, restaurants. Eigenlijk de hele wereld heeft wel last van de corona. Ja. Dus ja, je staat er niet alleen voor, maar het, je hebt in principe een leuke plaat nu, waar je normaal gesproken veel werk uit zou kunnen krijgen. Ja, ja, dat is nu niet. Want ja, je mag niet werken. Dus ja. Jammer. Ja, maar we kunnen niks aan doen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hè? En dat is het enige ja. Troost die we hebben, Mick. Zo is dat. Dat is wel belangrijk, ja. Ik bedoel, maar ja, ik hoop dat we er ook allemaal weer mooi uitkomen. Dat we allemaal een positief nieuwe jaar tegemoet gaan. Ik ben inderdaad wel niet pessimistisch zijn, maar ik heb er een beetje een hard hoofd in. Ik ben bang dat het niet zo snel opgelost is als we durven hopen. Maar ja, hoop moet leven zich gewoon uit. En toch mag er vanuit gaan dat 2021 een mooie jaar wordt dan 2020 in ieder geval. Ja. Dat is voor ons allemaal. En voor de luisteraars die meer willen weten over jou, dat is een mooie eigen website, www.mickharren.nl. Ja, klopt. En ik heb ook mijn Instagram en mijn Facebook en ik Twitter ook. Of dat Twitter, hoe zeg je dat nou? Ja. Op de eerste plaats ga ik je bedanken. Ik vind het leuk je weer even gesproken hebben hier vanmorgen in de uitzending. Het zou leuk zijn als je de single aankondigt, Mick, voor de luisteraars. Daar gaan we starten. Ja, allereerst wil ik u heel erg bedanken voor uw aandacht, want ik heb echt alle steun nodig, met alle andere artiesten. Dus wij zijn heel blij met jullie steun als jullie het Nederlandse lied zo promoten. Dankjewel daarvoor. Nou, alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En dan hier is de nieuwe single van Mick Harren, Ik ga nu weg, /Mafkees. Fijne dag toch, hè? En bedankt, Mick. Goedjes, tot de volgende keer. Hoi.